Want Live on Mars, hè, gaat zo gespeeld worden op het carillon van de Zuiderkerktoren. Wat vindt u daarvan? Ja, dat het bijzonders is. Ja? Daarom ben ik ook hier gekomen. Bent u een groot Bowie-fan? Ja, vrij. Ja. Ik luister niet elke dag naar hem, maar ik ben dol op zijn stem en op zijn liedjes. Ik vind het heel leuk dat het zo op deze dag hier plaatsvindt. En ik begrijp dat het is vanwege de geboortedag en de sterfdag of zo, hè, in één week gecombineerd. Nou, maar ik ben heel benieuwd wanneer het begint. Mevrouw, het is 2:55. 2:30 zou het nummer gespeeld worden. Heeft u al wat gehoord? Ik heb nog helemaal niets gehoord en ik wacht met spanning. Wat zal er aan de hand zijn? Ja, misschien moet hij de toren nog inklimmen. Ik weet niet waar het orgel staat. Geen idee. Ja, ik vond het eigenlijk een klein beetje zachter en een beetje meer wegvallen dan ik dacht. Maar ik vond het wel versteeld en leuk en mooi dat er steeds meer mensen kwamen. Heeft u genoten? Ja, en het is nog een cadeautje ook dit. Want mijn vriend die ligt ziek op bed, die is een grote Bowie-fan. En nu heb ik het voor hem kunnen filmen en opnemen. Wauw. Dus, dat is toch prachtig? Ja. Maar ik vond het heel mooi. Ja, ik vond het bij de Westertoren nog iets mooier klinken. Maar misschien was daar een beetje andere akoestiek.